In Nederland geven vele werkenden hulp aan zieke huisgenoten, familieleden en vrienden. Soms leidt dit tot een lagere kwaliteit van leven door een gevoel van verplichting en een tekortschieten. Pieter Pluigers sprak met Maddie Kloet, projectmedewerker mantelzorg en vrijwillige thuishulp Arnhem. Hoe behartigt deze organisatie de belangen van mantelzorgers? Als je het echt hebt over officieel belangenbehartiging, dat doen wij niet. Wat wij wel als MVT doen is activiteiten voor mantelzorgers uitvoeren. Veelal een opdracht van de gemeente. Hoe kunnen werkgevers en de sociale omgeving van mantelzorgers de situatie van mantelzorgers verbeteren? Ik haal ze even uit elkaar. Ten eerste de werkgevers. Er zijn een aantal wettelijke afspraken waar ze zich aan te houden hebben. Hè. Er zijn een aantal zorgverloven die ze moeten toekennen als iemand daar behoefte aan heeft. Daarnaast zijn er vaak afspraken in de CAO. Dat is per branche verschillend. Maar wat nog belangrijker is, is als werkgevers stil kunnen staan bij mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Zo'n 30% van de werkende mantelzorgers heeft moeite met het combineren van een baan met het verlenen van mantelzorg. Wat kunt u daaraan doen? Wij kunnen mantelzorgers ondersteunen. Het is heel belangrijk dat mantelzorgers A, zichzelf goed kennen. Wie ben ik, waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed in. Overzicht hebben in welke zorg is er nodig. En dan kunnen wij samen, als ze daar behoefte aan hebben, gaan kijken hoe kunnen ze dat dan het beste organiseren. Werkende mantelzorgers nemen vaker vakantiedagen op dan zorgverlof. Waarom doen zij dat en is dat handig? Wij denken dat ze dat doen omdat mantelzorgers niet altijd prettig vinden als de organisatie, de werkgever, weet dat ze mantelzorger zijn. Dat kan zijn omdat ze zich dan kwetsbaar voelen. Het kan ook zijn dat ze juist privé en werk heel erg gesplitst willen houden. Als je aan mij vraagt, is het slim om vakantiedagen op te nemen als je meer zorgtijd nodig hebt, dan zeg ik altijd nee. Want je vakantiedagen heb je nodig om je eigen tankje te vullen, hè, om tijd voor jou, om leuke dingen te doen en niet om voor iemand anders extra te zorgen. Dus mocht je dat die tijdsdruk wat minder willen voelen en meer ruimte daarvoor willen hebben, dan zou ik toch zeggen, bespreek ik met je leidinggevende en kijk wat zorgverlof kan doen. Wat voor middelen hebben mantelzorgers de beschikking om werk en zorg zo goed mogelijk te kunnen combineren? Ken jezelf goed. Als je dat niet goed weet, ga dan daarna op zoek. Weet welke zorg er nodig is. Als je dat ook niet weet, prima, maar ga ook daarna op zoek. En ga dan kijken hoe je de zorg en het stuk van jezelf met elkaar kan combineren. En daar zijn allerlei mensen voor die je daarbij kunnen helpen. Wij, MVT Arnhem, maar denk ook aan de praktijkondersteuner van de huisarts, de ouderenwerker, de case manager dementie. Daar is heel erg veel, maar het begint natuurlijk wel bij die mantelzorg. Die moet zijn vinger opsteken dat hij zegt, ik red het niet of ik vind het moeilijk of help me ermee. Want wij zeggen ook, wacht niet dat het te veel is, maar begin er al mee op het moment dat je hoort of ziet of weet, hey, ik ben mantelzorger, prima, hartstikke goed, hoe ga ik dat nou doen? Hoe ga ik zaken combineren? En als je dan gaat zoeken, er is ontzettend veel informatie over te vinden. Maar is dat ingewikkeld voor je? Klop aan bij MVT en we helpen je er graag mee.